Dit is een internationaal tennistoernooi waar spelers met een wereldranking, maar ook recreatieve spelers op de baan komen. Jong en oud, 9 dagen tennis in Middelburg op 12 banen en rolstoeltennis van hoog niveau. Dit is Challenger Zeeland. Het is het eerste lustrum van Challenger Zeeland. Hebben jullie nog iets speciaals georganiseerd voor vandaag? Nou ja, vooral aangekleed en veel uitstraling gegeven. Dus het VIP-topdek, wat razend goed ontvangen is. We hebben dan de livestreaming die nu overal ter wereld bekeken wordt. We hadden gisteren 1700 streams, dus dat is natuurlijk waanzinnig. De nieuwe toernooi-app ontwikkeld. Dus we hebben gewoon geprobeerd het toernooi echt te upgraden en op te blazen. Hoe gaat het met de zaken doen tot dusver? Uitermate goed. Alhoewel we primair hier zijn om te genieten van tennis, is het toch ook erg leuk om met klanten van gedachten te wisselen. Dus wij zijn zeer content. Vandaag oshaaspuntjes met stroganofsaus. En het andere hoofdgerecht is pasta met zalm. Lekker? Ja, hopelijk wel, hè? Daar gaan we voor. Ja. Wij staan er vanuit Divers, een leerbedrijf van Arduin. Dus bij ons worden cliënten worden opgeleid en kunnen een opleiding halen, maar dan iets verlengd traject, dus op een eigen niveau kunnen ze dat doen. Dus dat is ik vind het fantastisch om te doen. Hoe zou je het niveau van het rolstoeltennis tijdens dit toernooi kunnen karakteriseren? Hoog. Hoog. Dit zit tegen de top aan. Dit zijn allemaal spelers die binnen de top 20 zitten van Nederland. Dus dan kunnen we wel spreken van hoog niveau. Het zijn alleen heren, hè, dit jaar? Ja, dat heeft consequentie als je er ook dames bij doet, dat je heren en dames nog meer baancapaciteit nodig hebt. Dat kunnen we hier niet hebben. Vandaar dat we met deze groep al 2 dagen naar Koudekerke zijn uitgeweken om het speelprogramma af te kunnen werken. Ik denk dat tennis wel een van de moeilijkere sporten is vanuit de rolstoel. Als je vergelijkt met basketbal. Als u en ik in een stoel gaan zitten, kunnen we per definitie al meedoen met een wedstrijd basketbal. Maar tennis heeft natuurlijk zijn technisch specifieke moeilijkheidsgraad. Het is topsport. Is die baan echt zo zwaar als dat hij eruit ziet? Het is vrij zwaar en vooral achter de baseline is het ook vrij zacht. Dus met bochten maken en vanuit stilstand versnellen is best moeilijk. Hoe belangrijk is dit toernooi voor jullie? Het is heel belangrijk voor ons. Je hebt in Nederland wel een aantal toernooien, maar dat is voor de Nederlandse ranglijst. En dit telt echt voor de wereldranking mee. Dat is het enigste toernooi in Nederland. Dat is dit toernooi wat voor de internationale ranking meetelt. Dus als rolstoeltennis zijn we hier heel blij mee. Volgend jaar ook weer een herentoernooi rolstoeltennis bij Challenger Zeeland? Ja, als het aan mij ligt, zeker. Alleen ja, we moeten er wel over praten natuurlijk. Want 2 dagen Koudekerke, terwijl we eigenlijk hier in Middelburg thuis horen, dat vraagt natuurlijk wel om, ja, hoe zit het met de baancapaciteit? Kunnen we op dit park nog een keer zo'n toernooi organiseren? Met dezelfde aantal spelers. Wat betekent dit evenement voor Zeeland? Nou, ik denk heel veel. We gaan er beachtennis bij doen, waardoor we ook aan het thema DNA land in zee gaan voldoen. Met Arduin zijn we zeg maar vooruitstrevend in Nederland. Er is geen één toernooi in Nederland dat en recreatiesport en topsport combineert, maar ook nog gehandicapte sport. Dus er zijn zoveel pijlers in dit evenement wat lading geeft voor Zeeland. Hi, wat brengt jou naar dit toernooi? Hoi, ja, mooie tennis vooral, hè. En ja, een beetje mooie wedstrijden proberen te zien. Lekker biertje drinken af en toe. Ja, dat kan nooit kwaad, hè? Nee, precies. Nou, zeker nu met dit weer. Maar tenminste net nog regen gehad, alleen ja, nu is het wel lekker. Dit jaar de 5e editie van Challenger Zeeland, volgend jaar de 6e? Ja, 100%. Ja, we gaan echt naar 10, dus we zijn nog lang niet klaar. Op dit moment zijn we niet te stoppen.